wel. Een hele fraaie vaas. Een vaas die heel best van frame is. Hele mooie overgangen. Heel best kruisen erop. Beste benen. Droge benen. Yep. En je mag wel even rondtrekken. Ze is voorzien van een heel best uier. Van voren heel vast. Van achteren hoog en breed. Hele mooie beadering op het uier. Een hele sterke op een band. Ze komt met boven catalogus nummer 78. Om haar net even iets meer breedte in je voorhand. En ook om haar hoge achteruien en haar meer kwaliteit in de uier. Varus 78, ook een hele jeugdige varus. Ook voorzien van een vast uier. Met name van voren. En voorzien van hele beste droge benen. Die ze ook super gebruikt. Met name om haar meer jeugd, haar betere beengebruik. En dan nog even eens een fractie vaster uier. Komt ze boven catalogus nummer 79. Op 79 ook een lange grote vaars met veel upstanding. Ook een van achteren een mooi breed en hoog achteruien. Met name om haar meer breedte in het achteruien en haar even iets meer lengte in haar frame. Komt ze boven vaars nummer 73. 73, niet de grootste, maar wel heel correct. En voorzien van een best uier. Met name om haar net even iets betere kruisligging en haar hogere achteruien. En van voren zit het nog net even iets vaster als catalogus nummer 72. 72 van zijkant een hele fraaie vaars met een goed kruis. We vonden, we hebben eigenlijk een kleine bemerking op de benen van deze vaars. Ze zijn iets grof en in het gebruik vallen ze niet helemaal mee. Maar met name om haar hogere achteruier, haar vastere uier, komt ze boven catalogus nummer 74. 74 ook een hele grote vaars en ook heel aansprekend vanaf de zijkant. Maar we vonden deze vaas in de benen ook even iets minder. Ze is even iets vol in de kroonrand. Maar met name door haar meer jeugd, met name in de uier, in de balans van de uier, komt ze boven catalogus nummer 80. 80 ook een grote vaars. Maar ze mist net even iets de jeugd ten opzichte van haar voorgangers. En van achteren zou je het uien misschien nog een tikkeltje hoger willen zien. Maar nog wel een supervaris op deze plek. Gefeliciteerd. We hebben nu dat is onze tweede rubriek fase. Wederom een hele beste rubriek fase, net als zoals de voorgaande. We hebben hier catalogus nummer 86 met veel plezier op kop gezet. Een hele complete vaas. Niet de grootste en de zwaarste vaas van het gezelschap, maar wel een hele correcte. Een vaas met een hele mooie sterke bovenbouw. Een hele mooie kruispartij en een goed vast aangehecht eier. Mooi beaderd en start op ook goede benen. Vooral vanwege de hele compleetheid van correctheid van de eerste bovencatalogus nummer 83 geplaatst. Catalogus nummer 83. Een vaas met heel veel stijl. Een vaas met ook ondanks de grote of de ontwikkeling van de vaas. Toch een vaas met veel jeugd nog in zich. Een mooie overgangen in het dier. En ook dit dier is voorzien van een goed eier. En stapt ook op goede benen. En vooral de jeugd. Hebben ze boven catalogus nummer 87 geplaatst. Catalogus nummer 87, ook een hele beste vaas. Een vaas die al iets verder in lactatie is, denk ik. Maar een vaas met heel veel kracht. En even een bemerking op de wat steile schouder in de vaas. Daarvan oogt ze even iets ouder. Maar een vaas die voorzien is van een heel best vast aangehecht uier. Ook een hele mooie structuur in het uier. En een vaas die ook stapt op goed beenwerk. En vooral vanwege de hele vaste eier. Boven catalogus nummer 77 geplaatst. Catalogus nummer 77, ook een hele correcte vaas. Een vaas ook voorzien van een heel vast aangehecht eier. Kleine bemerking misschien op de ophangband. Kon nog een fractie scherper erin zitten. En deze vaas die stapt op benen die we misschien wel voldoende kromming hebben.
Maar die is ze wel zeker goed gebruikt. En dan wordt ze gevolgd. En vooral de vasta in het eier is de reden dat we ze boven catalogus nummer 84 geplaatst hebben. Catalogus nummer 84, ook nog een hele fraaie vaas qua frame. Ook een vaas met een mooie middenhand, een mooie lengte in de vaas en een heel veel lengte ook in het kruis. Het draaier mooi op zijn plek zitten. Maar ja, in dit gezelschap toch net even iets te reaal van eier. Wij zijn eruit als jury, dus nou wil ik eigenlijk het publiek. Rustig aan, hè? Oudje, even. Even rustig aan, hè? Merci, c'est